zondag 19 januari hebben wij het trieste bericht ontvangen dat jeugdtrainer Chris de Wacht op 34-jarige leeftijd is overleden. In de zomer van 2017 werd de Wacht aangesteld als trainer van Jong SC Heerenveen. En met het belofteteam hees de Wacht in zijn eerste seizoen meteen de kampioensvlag. Met Chris de Wacht verliest SC Heerenveen een gedreven vakman en een geliefde collega. De club wenst zijn vrouw Marielle, hun kinderen Fayenne en Novan, familie, vrienden, collega's en iedereen die hem kende ontzettend veel kracht en sterkte toe. Dames en heren, om Chris te herdenken houden we een minuut stilte.